welkom bij een nieuwe video. Ik doe echt iets te blij voor de video van vandaag, want het is helemaal geen blij video. Want vandaag ga ik het hebben over slechte make-up. Make-up producten die ik de afgelopen tijd heb getest, geprobeerd, aangebracht, al die dingen. En ik weet gewoon zeker dat ik ze niks vind. Ik maak heel vaak ook first impressions video's. Bij die video's bekijk ik altijd wat ik ervan vind nadat ik het pas één keer heb aangebracht. Dat is toch niet altijd helemaal fair, want af en toe is het dan heel goed en dan erna vind ik het niet meer goed. Of andersom, dan vind ik het de eerste keer niet zo goed en erna ineens wel. Wanneer ik het vaker gebruik, al gebeurt het niet echt heel vaak. Maar de make-up van vandaag is al vaak gebruikt en ik weet zeker, ik vind het niks. Ik heb het echt vaak geprobeerd, ook gemixt met andere producten en zo, om te zien of het dan wel werkt, want dat verandert af en toe ook de zaak. Maar nee. De make-up van vandaag werkt totaal niet voor mij. Disclaimer weer, wat niet werkt voor mij kan misschien wel werken voor jou. Dus als ik vandaag iets opnoem wat jij echt geweldig vindt, echt toppie, do you. Ik ben echt heel blij voor jou dat het werkt. Alleen voor mijn huid, voor mijn gezicht, werkt het gewoon niet. En ook andersom. Af en toe heb ik iets wat ik echt geweldig vind en dan heeft iemand anders echt iets van, oh mijn god, ik vind die echt slecht. Dat kan. We hebben allemaal gewoon hele verschillende gezichten, maar we zoeken ook allemaal wat anders in een make-up product. Dus ik zal ook goed erbij vertellen waarom ik het niet goed vind en dan kan het toch misschien alsnog wel werken voor jou. Nou, dat hebben we nou uit de weg. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Allereerst, mijn make-up look, die heb ik gemaakt in mijn go-to glam look video. Die staat al online, dus ben je benieuwd naar hoe ik mijn prachtige everyday go-to glam look maak, dan je kunt het dan zien in die video. We gaan beginnen. Ik heb hier een heel bakje vol met producten. Een aantal producten heb je misschien al in een video gezien, maar een heleboel ook niet. Dus we gaan beginnen. Ik ga beginnen met een product die ik al heb gebruikt in een video. In die video wist ik nog niet zo goed wat ik ervan vond. Nou heb ik hem vaker gebruikt en weet ik het wel. En dat is de Kruidvat Made to Stay Wenkbrauw Gel. Je hebt hem in verschillende kleuren. Die ik heb is clear, focus, hallo, ja. Ik heb deze. Ik had hem toen aangebracht en ik wist niet zo goed wat ik ervan vond. Het was gewoon mooi, niet goed, niet slecht. I don't know, ik wist het nog niet zo goed. Maar nou heb ik hem vaker gebruikt en ik vind hem niet goed. Deze wenkbrauwgel doet gewoon niet genoeg voor mijn wenkbrauwen. Hij houdt de wenkbrauwen gewoon niet op hun plaats. En dat is wel wat een wenkbrauwgel zou moeten doen. Die moet jouw wenkbrauwharen mooi op hun plaats houden. Dus vandaar dat ik deze niet meer gebruik. Dus ik wilde nog even snel een update geven hierover. Next one. Deze is misschien nieuw. Deze heb ik nog niet gebruikt in een video en ga ik ook niet doen. En dat is de MUA Pro Base Banana Primer. Dit is een gezichtsprimer. Ik heb hem iets van 2 of 3 keer nou gebruikt. Ook gecombineerd met andere foundations. Maar hij droogt mijn huid helemaal uit. Ik was enthousiast. Ik weet niet waarom, maar omdat het banaanachtig is. En dat maakte mij onder een of andere reason enthousiast. Maar hij is ook mat en hij maakt mijn gezicht veel te droog. Ik moet wel zeggen dat ik al een normale te droge huid heb. Maar ik heb ook andere matte primers die dat niet doen. Hij droogde mijn gezicht helemaal uit. Vooral hier zo bij mijn neus. Allemaal droge plekken, terwijl ik dat normaal niet heb. Op dit moment is mijn huid ook best wel droog. Maar zoals je kunt zien, met de make-up van vandaag heb ik dat helemaal niet. Ik heb hem 2 keer aangebracht, of 3 keer, volgens mij 2 keer. En iedere keer weer werd mijn gezicht gewoon 1 grote schrale bedoeling. En dat is gewoon niet wat ik zoek, obvious, in een primer. Je zou het niet denken, want als je hem aanbrengt, hij voelt niet heel mat aan. Kijk, hij is best wel gewoon gladjes en zo. Dus ik vond het best wel apart dat hij dat dan toch deed. Maar ja, dat is gewoon echt wat er gebeurde. Misschien dat het met een vettige huid niet zo is. Maar nogmaals, zoals ik net ook al zei, ik heb ook andere matte primers die dit ook niet doen. Dus ja, deze raad ik niet zo niet echt aan. Volgende is een fixing spray die je sowieso al in mijn video's een aantal keer hebt gezien. Want ik heb er een hele lange tijd mee gedaan. Maar ja, ik weet niet. Ik vind hem toch niet zo goed. En dat is de Morphe X Jeffree Star Setting Mist. Deze mist, dit was zo'n product waarvan ik gewoon echt heel graag wilde dat ik hem goed ging vinden. Maar ik vind hem gewoon niet zo goed. De mist is veel te zacht. Ik heb het gevoel dat hij niks doet voor mijn huid. En ja, kijk, nou breng ik hem ook aan en ik voel gewoon bijna niks op mijn huid. Ik wil altijd met een fixing spray, wil ik gewoon dat ik het voel werken op mijn gezicht. Misschien doet hij wel iets, maar ik merk er echt helemaal niks van. Ik zie ook geen verschil in hoe lang mijn make-up erop blijft zitten. Echt helemaal niks. Dit ding is volgens mij iets van 20 euro of zo, of iets minder, maar niet heel goedkoop. En voor die prijs, ja, ik
No. Next up is een clear lip gloss. Deze heb ik ook in een video getest. In die video vond ik allemaal niet zo. Maar nu heb ik hem vaker opgedaan. En ik vind hem gewoon echt helemaal niks. En dat is de Revolution Glass Collectie Clear Gloss. Ik had hem toen ook in die video opgedaan. En ik zei ook al meteen, ik vind die van NYX beter. Dat is deze, de NYX Clear Gloss. Deze is clear, maar door alle lipsticks is het nou helemaal veranderd van kleur. Maar deze is gewoon ook clear als deze andere. Die is super fijn, maar deze, hij pakt zo weinig op. Je moet de hele tijd weer terug in dit ding gaan. Breng je weer een beetje aan, weer terug en weer aanbrengen, weer terug en weer aanbrengen. Dus het is zoveel werk. Hij is ook een beetje plakkerig, dus ik vind hem echt helemaal niks. Hij brengt gewoon niet fijn aan, hij blijft niet goed zitten, hij plakt. Dus gewoon alles wat er niet goed aan kan zijn, is er gewoon niet goed aan. En vandaar dat ik hem echt helemaal niet meer gebruik. Vooral omdat ik dus, kijk, ik heb er hier echt een aantal. Ik heb hier 3 clear glossjes. Hier die van NYX. Ik heb hier van W7. En ik heb er hier eentje van Pixi. Alle 3 geweldig. Deze 2 zijn ook echt gewoon super goedkoop. Dus helemaal vergeleken met wat ik al heb, vind ik hem helemaal niks. En raad ik hem ook zeker niet aan. De andere 3 raad ik zeker aan. Ik ga verder met een wenkbrauwpotlood. Ik heb hier van Elf de Instant Lift Brow Pencil. Deze had ik gewoon gezien online. Hij is super goedkoop. Iets van 3, 4 euro. En ik dacht, laat me hem gewoon proberen. Misschien is hij wel goed. Maar dat is hij dus helemaal niks. Niet. Kijk, dit bolletje. In het begin is hij helemaal zo mooi dun. Echt perfect om zo heel mooi je wenkbrauwen in te gaan. Maar hij wordt dus helemaal zo bol. Kijk, kun je het zien? Hij wordt helemaal zo bol. Waardoor wanneer ik hem nu gebruik, breng ik dus veel te veel in één keer aan. Ik breng helemaal niet meer zo mooi precies aan. Je kunt ook geen neppe haartjes ermee creëren. Wat ik altijd doe hier zo in het begin. Kijk, deze lijn is gewoon te dik. Oh, wacht. Ik ga het even goed doen. Kijk hoe dik die lijn is. Die ik altijd gebruik is mijn NYX Brow Pencil. Daar zal ik ook even een lijn mee maken. En je kunt dan goed het verschil zien. Kijk dit verschil. Zo dun moet je dus zijn. Die hier is van NYX en die hier is van Elf. Deze is echt veel te dik. Brengt veel te veel aan. En ik hou gewoon van een hele dunne potloodje. Waardoor ik ook die neppe haartjes kan maken. En gewoon heel secuur kan werken. Ik zie nou hier dat mijn wenkbrauw een beetje er vanaf is. Ja. Gefixt. En ook nog los van dat vind ik hem te waxachtig. Het is echt net een wax. Hij is te zacht. Waardoor het ook snel van je gezicht afgaat. Vooral mensen met een vettige huid. Die moeten echt geen wax wenkbrauwpotloodje aanbrengen. Want het smeert er gewoon zo vanaf. Dus ja, helaas ook voor die lage prijs vind ik hem niet fijn. Ik heb van Milani de Conceal Plus Perfect Foundation. Deze vind ik ook niks. Deze is niet fijn. Ik heb in de kleur 245. Deze had ik gewoon random online besteld. Ik had hem gezien en ik wilde hem gaan proberen. Hij is niet fijn. Hij dekt gewoon bijna niet en dat vind ik echt vreselijk. Terwijl ik vind die andere van hun wel heel fijn. Ik breng hem heel even hier in beeld. Die is echt vooral ook fijn voor mensen met een droge huid, want hij is een beetje zo glanzend en dat is echt waar ik van hou. Die ik had is al op, dus ik heb hem helemaal opgemaakt. Maar ik dacht, ik haal de stick om ja, gewoon die te proberen. Maar op zich brengt hij wel fijn aan. Alleen hij dekt niet genoeg. Hij brengt ook niet smooth aan. Mijn gezicht is niet heel mooi smooth zoals vandaag. Ik vind het gewoon altijd heel belangrijk dat wanneer ik gezichtsmake-up opdoe, mijn gezicht eruit ziet alsof ik op Instagram een app heb gebruikt om mijn gezicht extra smooth te maken ofzo. Zo wil ik er gewoon uitzien. En er is gewoon genoeg make-up die dat wel doet. Ik heb vandaag die van Fenty op en die heeft dat effect echt. Maar deze, ja, vooral mensen als je veel te bedekken hebt ofzo, dan vind je hem echt niet fijn. Dus deze raad ik niet aan. En dan heb ik er nog eentje van LA Girl. Deze is super goedkoop. Ik weet ook echt dat een aantal mensen deze fijn vinden. Deze is echt cakey AF. Ik bracht hem aan. Mijn hele gezicht was echt helemaal cakey, helemaal dikker. Het was echt alsof ik gewoon superveel op had gedaan. Het was gewoon één grote plamuur. En ik prime altijd. Ik doe 2 keer fixing spray. Dat helpt er altijd bij om geen plamuur gezicht te hebben. Maar met deze had ook allemaal datgene. Het bleef echt plamuur, terwijl ik helemaal niet veel aanbracht of zo. Ik heb hem ook weer 2 keer gebruikt met 2 verschillende primers. Maakt echt absoluut geen verschil. Hij is gewoon niet fijn op mijn huid. Helemaal omdat ik al veel make-up
opdoe, ja, dan hoef ik er niet nog extra plamuur uit te zien. We gaan verder met de Essence Volume Lash Primer. Deze is niet fijn. Ik had er 2 gehaald. Ik had die van Essence gehaald, die is goedkoop. En ik had er eentje gehaald van L'Oreal. Ik dacht, misschien is het wel een dupe, dus ik haal ze gewoon allebei. Ik heb ze ook allebei al vaak geprobeerd. Deze is fijn, deze van Essence absoluut niet. Wanneer ik deze opdoe, heb ik ook vandaag gedaan, hier beneden. Mensen, ik heb echt vreselijke wimpers. Ze zijn en kort en ik heb er niet veel. En ook hieronder. En het wordt nooit zo heel lang en heel dikkig. Maar ik heb nou deze opgedaan. En je kunt ze nou echt zien. En dat je ze kunt zien überhaupt is al een heel groot verschil. Maar toen ik die van Essence opdeed, werd het veel te klonterig. Het werd ook niet lang. Het werd gewoon één grote klonterige bedoeling. Dat is heel vaak met wimperprimers. En ja, dan is hij dus gewoon niet goed. Dus ondanks dat ik echt hoop had, want deze kost een stuk minder dan de andere. Al is de andere ook niet heel duur. Iets van 14 euro of zo. Maar deze is echt geweldig. En deze, ja, gewoon veel te klonterig. En ik wil geen extreme klonterige wimpers. Dus deze raad ik niet aan. Maar ik heb wel weer gelijk een goede alternatief voor jullie. En last but not least, eyeliner. Ik heb er hier eentje van ABH. Deze is niet fijn. Wacht. Ja, zo. Deze is duur en niet fijn. En dit is hoe die eruit ziet. Deze brengt gewoon absoluut niet fijn aan. En ik had echt hoge verwachtingen. Hij is wel mooi zwart en hij is ook helemaal mat. Daar hou ik van. Maar wanneer je hem aanbrengt om een wing te maken, kost het me gewoon te veel effort. En van een product van 20 euro wil ik er geen effort in stoppen. Aangezien ik ook een aantal heb van 3, 4 euro waarin ik geen effort hoef te stoppen. Dus hij is echt absoluut niet goed voor de prijs. Ook al was hij minder duur, dan vond ik hem ook alsnog niet goed. Dus laat staan voor een 20 euro. Hij brengt gewoon niets van aan. En wat ik ook had, is als je een aantal keer over één plek gaat, dan wordt hij helemaal zo klonterig en dan wil je er gewoon van afvallen. En ja, dat is gewoon absoluut niet wat je wilt. Dus vandaar dat ik de ABH Liquid Liner ook helemaal niet aanraad. Hij is niet je geld waard. Haal er gewoon een aantal van Catrice. Catrice heeft echt geweldige. En als je toch high-end wilt gaan, dan raad ik die van Huda Beauty aan. Deze is wel echt absoluut het geld waard. Dus deze is echt geweldig. En je hebt er ook nog een eye pencil kant bij. Dus je hebt dan gelijk 2-in-1. En aan de andere kant is dan de liquid voor ook iets van 20 euro. Dus deze raad ik echt absoluut niet aan. Nou, dat was het dan. Dat was al de make-up die ik echt absoluut niet aanraad. Zoals ik al zei, ik heb het allemaal vaker gebruikt. En ik vind het gewoon echt absoluut niet goed. Het werkt gewoon totaal niet voor mij. Dus mensen echt bespreken. Spaar gewoon je geld en haal gewoon andere make-up. Want alles wat ik vandaag heb laten zien is gewoon echt niet waard helaas. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg!